Het nieuws op 1 Twente van donderdag 6 juni. Coalitie Overijssel is rond en ludieke verkeersborden in Enschede. Dit bord is mijn favoriete. Dat betekent dat ik weer gewoon lekker door ga fietsen. Goedenavond. Overijssel heeft een nieuwe coalitie. Na 3 maanden onderhandelen zijn CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP eruit. En daarmee staan de grote winnaars van de verkiezingen, Forum voor Democratie en GroenLinks, buitenspel. Een mogelijke coalitie met Forum strandde nadat de PvdA de stekker uit die onderhandelingen trok. Een samenwerking waarbij Forum werd ingeruild voor de SGP heeft het nu dus wel gehaald. Ze begonnen met een samenwerking waarbij Forum voor Democratie nog wel aan tafel zat als grote winnaar. Ze leken eruit te zijn met 5 partijen. Ze presenteerden dat ook met elkaar van we gaan nu over de inhoud onderhandelen. En een dag later trok de PvdA zich terug. Omdat daar de achterban gigantisch dwars lag op de achterbenen stond. Van hoe kunnen jullie dat doen? Vooral vanuit het hele land ook. En daarop heeft de PvdA gezegd van ja, we kunnen dit toch gewoon niet verkopen aan onze achterban. Dus die hebben zich teruggetrokken en toen kon eigenlijk het hele spel weer opnieuw beginnen. Kun jij je zoiets voorstellen vanuit in dit geval een partij als Partij van de Arbeid oogpunt gezien? Jawel, alleen ik vind het wel gek dat je dat een dag nadat je bekend maakt dat je gaat samenwerken alsnog beslist. Want dit had iedereen natuurlijk aanzien komen. Iedereen wist hoe dit lag. In heel veel provincies speelt diezelfde discussie. Er is uitgebreid over gesproken, ook met de partijen die toen aan tafel zaten. Dus wat mij betreft hadden ze dat aan moeten zien komen. Dan vind ik het gek dat je dat een dag nadat je zegt van we gaan samen verder, zegt van toch maar niet. Zij zaten in ieder geval in eerste instantie nog aan tafel. GroenLinks valt helemaal buiten de boot. Ja, die hebben er eigenlijk nooit bij gezeten, hoewel ze dat wel graag wilden. Ook hebben gezegd, wij staan overal voor open, willen ook compromissen sluiten om mee te kunnen doen. Maar die stonden inhoudelijk echt wat te ver af van de andere partijen. En Forum en GroenLinks in één coalitie, dat is geen optie. En nu in deze nieuwe samenstelling past de GroenLinks eigenlijk ook niet goed bij. En komende dinsdag presenteren de partijen in Almelo hun akkoord en de kandidaat gedeputeerden. Een van de 3 verdachten van de viervoudige moord in Enschede heeft een nieuwe advocaat in de arm genomen. Dejan A. heeft de raadsman Anno Huisman uit Deventer ingewisseld voor Roy van der Wal uit Hengelo. Huisman bevestigt de breuk. Over de achtergrond daarvan wil hij niets kwijt. Bronnen zeggen dat het simpelweg niet klikte. Van der Wal bestudeert inmiddels het dossier en zegt opmerkelijke zaken te zijn tegengekomen. Welke wil hij niet kwijt? Haar huidkleurige strings in 16 verschillende lichaamskleuren leverde Anouk Tanke gisteravond de Saxion Ondernemers Award 2019 in de categorie Net gestarte ondernemingen op. De 18-jarige studenten bedrijfskunde uit Hengelo won met die titel €7500. Een bedrag dat goed van pas komt bij het in productie nemen van de eerste serie strings door haar pas opgerichte lingeriebedrijfje. Ik heb een prijzenpakket van €7500 gewonnen. En ik ben ook nog, ik heb nog een wildcard gekregen voor het Novelty Star programma. Ja, wat ga je daarmee doen? Ja, dus dan krijg ik vanaf Novelty krijg ik heel veel support. En ook van, nog van het Centrum van Ondernemerschap van Saxion. En met het geld dat ik ga winnen heb gewonnen, dan kan ik de productie lanceren. En de marketing kan ik ervan financieren. Dat is gewoon wel fijn, omdat je toch, je bent student, dus liefst doe je er geen vreemd vermogen in. En op deze manier dan het geld verdienen voor je bedrijf is wel een heel mooie manier. Ja, want dit zijn dus de 16 verschillende kleuren. En dit is erbij het model. En de bedoeling is dan dus dat dit model wordt geproduceerd in, in grote hoeveelheden. En dat ze dan uitzonderlijk worden gekleurd in deze 16 verschillende kleuren. Ze gaan dan van licht tot donker. En je hebt dan ook nog kleuren die met een koele ondertoon en kleuren met een warme ondertoon. Ja, het is een beetje overrompeld naar gisteren, maar ja, ik wil dus nu sowieso dit uitbouwen tot echt een groot lingeriemerk. Maar eigenlijk wil ik daarnaast ook wel mijn opleiding afmaken, want ik zit nog in het eerste jaar van bedrijfskunde op Saxion. Dus we zien hoe wat de toekomst brengt, maar ik ben echt ervan overtuigd dat ik hiermee door wil gaan. Dit is wel echt waar mijn passie ligt. Medisch Spectrum Twente schrijft weer zwarte cijfers. Na 2 jaren met verlies van in totaal €23 miljoen werd het boekjaar 2018 afgesloten met een netto winst van €4,8 miljoen. Met de financiële wind weer in de rug wil het ziekenhuis eindelijk werk maken van het elektronisch patiëntendossier.
Het MST loopt nu qua mogelijkheden patiëntgegevens uit te wisselen met andere zorgpartners achter bij andere ziekenhuizen. Het MST gaat in gesprek met de banken over renteverlaging. Voor een elektronisch patiëntendossier is een investering van 20 tot 25 miljoen euro nodig. Hoe herken je een hennepkwekerij? Om onder andere die vraag te beantwoorden, stond er gisteren en vandaag op het parkeerterrein van woningcorporatie De Woonplaats in Enschede een zeecontainer ingericht als hennepplantage. Het maakt onderdeel uit van een voorlichting over hennepkweek voor medewerkers van Enexis en de politie. Ja, we hebben in 2011 hebben we een container gebouwd samen met Kinderpartners. We hebben toen een hennepconvenant afgesloten voor de district Twente. We hebben de container helemaal ingericht als een hennepcontainer. We hebben de gevaarzetting erbij laten zien. De planten staan erin, gevaarlijke situatie, stroomvoorziening, valleukjes, dat soort dingen hebben we er allemaal in gebouwd. Heel interessant om te zien, zodat wij ook eerder kunnen signaleren in de wijk, in de buurt, zodat er geen onveilige situaties ontstaan. Die zijn vaak heel erg gevaarlijk omdat er op een hele onzorgvuldige manieren aansluiting gemaakt worden in de meterkast, maar ook in de hennepkwekerij zelf. En dat leidt in veel gevallen toch heel veel risico op elektrocutie, maar met name op brandgevaar. We hebben vorig jaar 3 uitslaande branden gehad in Twente. We moeten regelmatig stroom in de hele straat afsluiten, in verband met de gevaarzetting van de hennepkwekerij, om veilig te kunnen ontmantelen. We hebben beginnende branden gehad, we hebben wateroverlast gehad, we hebben geweldsdelicten gehad tegenover de hennepteelt. Dus we proberen de mensen te waarschuwen van hou daar rekening mee, en hennepkwekerij in de buurt is altijd een gevaarlijke situatie. Ja, je kan het aan de buitenkant soms zien, dat de ramen zijn afgeplakt, dat altijd de gordijnen dicht zitten en dat er bepaalde vuilniszakken en dergelijke voor de ramen zitten. Als je signalen krijgt uit buurt en wijken dat op bepaalde tijdstippen alleen maar mensen in een woning komen. Als buren bijvoorbeeld ventilatoren horen draaien in woningen. Dat als wij in de woning komen dat wij zien dat er met een meterkast is geknoeid of dat er op vreemde plekken leidingen lopen. Ja, dat zijn voor ons allemaal signalen dat er mogelijk een hennepkwekerij aanwezig zou kunnen zijn. Ik denk niet dat we het probleem gaan oplossen, maar ik denk dat we wel kunnen proberen om te gaan reguleren. Misschien heb je ze al wel zien staan in Enschede, de verkeersborden op plekken in de stad waar aan de weg wordt gewerkt. Op zich niet vreemd, zou je denken, maar de teksten wijken wat af van de teksten die je normaal gesproken op zulke borden ziet. Er is gekozen voor ludieke teksten die hopelijk de pijn van eventueel oponthoud wat verzachten. Ja, ze waren me opgevallen. En met name die heb ik al eerder gezien, want toen vroeg ik me af wat de kop was. En dat heb ik opgezocht op internet. En wat is er uitgekomen dan, wat het betekende? Dat ze de boel weer eens op de schop gaan doen. En dat vermoeden had ik al, omdat ze een heleboel bomen weggehaald hadden. En daar wordt het een stuk leukere entree van voor Enschede. In de krant stond er ook bij van, nou ja, je moet misschien iets verder omfietsen dit keer. Maar dan ben je ook weer een paar calorieën ben je kwijt. Ja. Dus ja, nou, dat is toch super. Volgens mij zijn ze qua duidelijkheid gewoon net zoals de borden die hier vroeger allemaal stonden. Oké, je moet hier rechts, je moet daar links volg F of zoiets. Maar nu zijn ze wel wat leuker, nu staan er van die teksten op. Ik vind de borden leuk, het trekt de aandacht. Oh, ik vind het wel grappig. Ja, ik vind het wel grappig dat ze neerzetten hoeveel calorieën je verbrandt, zodat ze ook een beetje een inzicht krijgt hoeveel je eigenlijk verbrandt. Dus. In eerste instantie denk ik dus aan die borden inderdaad, die zijn bedoeld voor fietsers. En ik kan me voorstellen dat ook sommige mensen daar wel om kunnen lachen. Maar ik bedoel, ja, het is ook een beetje in het Twents en ja, dat moet je natuurlijk ook maar net kunnen lezen. Dit bord is mijn favoriete. Dat betekent dat ik weer gewoon lekker door ga fietsen. Ik moet ook iets om fietsen inderdaad. Maar ik vind het niet erg. Ik bedoel, het staat in de krant en het is algemeen bekendgemaakt. Dus ja, waar doen we daar moeilijk over? Ja. Het is uiteindelijk is het ervoor omdat de wegen beter worden of de kruispunten. Ja. Ja, en daar zijn we allemaal bij gebaard. En dan het weerbericht. De temperatuur zakt vannacht tot 9 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag met 24 graden. De dag begint behoorlijk zonnig met lichte bewolking. Maar die bewolking neemt later op de dag toe en tegen de avond kan er regen vallen. In de dagen daarna wat lagere temperaturen en alleen zondag lijkt het droog te blijven. Tot zover deze nieuwsuitzending. Nu op 1 Twente, aflevering 3 van het eerste seizoen van Michiel onderzoekt. Een fijne avond.